Lekkere maand de thee met mevrouw. Ja, we zijn aan de thee met mevrouw die iets uit Harbor Town een bepaalde mail hebben. Wat was het nou ook alweer? Harbor mail. Oh. Een of andere Harbor mail hebben. Wat was het ook alweer? Harbor mail. Ja, dat is het dus. Als ik een fiets had, dan kon ik daar makkelijk naartoe. Ja, daar kon je er inderdaad makkelijker naartoe. Maar je hebt geen fiets, dus wat wil je dat ik doe? Nou, ik ben wel heel vriendelijk, weet je. Ik ga voor mijn goede vriendin Hermelien eventjes naar de markt hier. En dan ga ik even laten zien hoe goede vriend ik ben. Oké. Okay. Allemaal mooi. Ik moet niks van haar hebben. Oh nee, dan krijg ik allemaal dingen. Verder dat ze direct zegt, ja nee, maar je krijgt dat alleen maar als je mij je Pokénaf toevoegt. Vind ik niet leuk. Ik haat de Pokénaf. Oké, okay, die TM. Ja, ah nee. Nee, ik hoef niks, geen TM's. Oké. Okay. Verkoop jij wat? Nee, daar heb ik allemaal helemaal niks aan. Oké, okay, dit is volgens mij een of ander iemand die moet hier de mail verkopen. Nou, die verkoopt knuffels. Dat is bijna hetzelfde. Mail, knuffels, ach joh. Energieguru, proteïne. Nee, dat heb ik ook allemaal niet nodig. Ik moet een mail hebben. Wat? Nou ja. Ze zegt, ja, je moet er iets harder tegenaan gaan. Oké. Okay. Ik zal het proberen, hoe verkeerd het ook mag klinken. Ja, we gaan hier naartoe. En hier misschien hebben ze de Harbor mail. Gewoon een mailtje van 50 euro. Oh, ik kan dat niet gebruiken, want je hebt er geen plek voor. Godverdomme. Oké, hier heb je mijn maansteen. Oh nee, die kan ik niet aannemen. Ik geef het je gratis. Nee, ik kan het niet aannemen. Ja, ik geef het hem gratis, weet je. Ik heb er geen problemen voor. Maar ik weet, als het goed is, moet ik van haar dan de coin case krijgen. En dan kan ik flamethrower doen straks. En dat is wel een mooie aanval. Want dan moet ik gaan gokken zodra ik... En ik bevind me liever niet op dat gebied, maar ik doe het toch. Ja. Helaas kunnen Pokémon volgens mij in deze Pokémon niet meer gekocht worden. Dan zou het Pokémon slavenhandel zijn. En dat vond Nintendo waarschijnlijk niet zo'n heel goed idee. Ik vind niet gek dat het niet zo'n goed idee is. Ik snap ook wel waarom ik dat niet zou willen. Maar we gaan even aan mevrouw de Harbor mail geven. Ja, dan zou ik Harbor mail kunnen kopen. Wacht! Oh, je hebt mijn Harbor mail. Wil je hem ruilen? Ja, ik ben het voor jou gaan halen. Je kreeg het gratis, man. Ik heb er niks aan. Ik heb meer dan 40.000 euro. En dan dat ik een keertje 50 euro voor jou uitgeef, boeit me niet. Maar ja, als jij dat met een PC voor wilt geven, dan zeg ik ja. Nou kunnen we gaan gokken. Oh god. Let it begin. Oké. Godverdomme. Ik moet, ik denk... 4.000 coins hebben. En dat is veel. Laat ik maar gaan beginnen met kopen. Oké. Hoeveel kost die TM dan? Exchange coins. Welke prijs wil je? Ja, 4.000 coins heb ik nodig. Oké. Ik ga straks even wat geld nog inruilen. En misschien kan ik hem dan zo wel kopen. Anders moet ik gaan gokken. En gokken. Dat is een Bradaway en de nieuwste Pokémon uitgehaald. En de Europese en Amerikaanse versie. Omdat ik denk dat Nintendo het wederom geen goed idee vond om kinderen te laten gokken. Dan konden ze misschien aangeklaagd worden en zo. En ja, dat had Nintendo niet zoveel zin in. Maar dat vind ik ook helemaal niet gek, weet je. Maar ik vind het wel een naaiend. Want dan hebben de Japanners die mogen lekker gaan gokken. En dan mag ik niet gokken in Pokémon. Dan heb je een of andere vage andere minigame die echt helemaal niks aan is, hè. Wat kan ik allemaal weggooien? Nou, we geven jou eerst eens even... mijn hard skill, nee. Sunstone, die mag je hebben. Daar heb ik echt helemaal geen kut aan. Max Elixir mag je hebben. PP Max mag je hebben. Carbos mag je hebben. Elixir kan er... Ja, daar geeft hij wel geld voor, hè. Max Adderkai mag je hebben. Nee, die mag je niet hebben. Nee, die niet. Mag alles hebben, behalve die. En Stardust, die mag je ook hebben, Sterrenstof. Maar dan heb ik nog steeds te weinig geld aan. Nou, ik zal toch moeten gaan gokken, denk ik. Of niet? Ja, daar geven ze me heel weinig geld voor. Behalve die, daar geven ze me meer geld voor. Maar daar heb ik niks aan. Dan wordt toch nog een klein beetje gokken. Ik denk voor nog 1000 euro. Ja, dat is best wel veel. Iets te veel als je het mij vraagt. Maar het zal moeten. Kom erop. Kom erop met mijn geld. Ik ben niet bang.
Oké, ik denk dat waar gaan we als eerst gokken? Waar zullen we als eerst gaan gokken? Hier. Machine. Erin, oké. 7, replay. Oké. Heb ik iets gewonnen? Yes, ik heb geld gewonnen. Oh, ik begin met net zoveel als ik nou al had. Oké, nog een keer. Weer hetzelfde, daar heb ik weer helemaal niks aan. Oké, ik denk dat het heel lang gaat duren. Ik zie jullie gewoon zodra ik nog een keer weer. Dus tot zodra ik... Oké, ik ben al meer dan 100 credits verloren en ik denk, ja, dit gaat hem niet worden. Ik ga eens kijken wat hier te doen valt. Nee, we gaan hier doen. Ik wil wel spelen. Oh god, waar is dit? Een soort van roulette. Oké, ik ga voor deze. Oké, laat me zien. Nou, ik denk dat het een hele tijd gaat duren, dus ik ben even weg. Ik zie jullie gewoon zodra ik weer. Dus, tot zodra ik. Wat zijn die lui bij de casino toch een stelletje oplichters, zeg. Echt, ik ben zwaar opgelegd. Echt, ik heb nou van al het geld wat ik had, heb ik nog, ben ik 400 kwijt en ik heb niks erbij. Sorry, oplichtertjes. Nou, dit was extra 3. Extra 3 in de dong van het casino. Wow. Ja, dat klinkt even heel stoer, hè. Nou, ik zie jullie gewoon weer bij de volgende aflevering, dus tot dan.